Welkom, fijn dat je er bent. Ad, voor de mensen die je nog niet kennen, want je loopt hier al even rond. Wie ben je, wat doe je? Ik ben net gepensioneerd met emeritaat. Ik was hoogleraar bij het departement Medische en Klinische Psychologie. En mijn leerstoeltitel dat was Emoties en Welbevinden. Ja, en je zit hier ook vanwege het boek wat volgende maand uitkomt op 18 mei. De emotionele mens over de kern van menselijke emoties. Ja. Waarom moest dat boek er komen? Omdat ik toch niks beters te doen had tijdens corona natuurlijk. Het is altijd leuk om te schrijven. Ik had voor een deel was dat stof die ik gebruikte in colleges. En ik vond het eigenlijk wel leuk om dat dus allemaal voor mezelf ook goed bij elkaar te zetten. En ik denk als ik daar nou nog even een vertaalslag maak, dan heb ik al bijna een boek. En er bleek een uitgever geïnteresseerd te zijn. Dus, ja. Nou, maar ik ken je tegelijk ook wel iemand die kritisch is en die ook mensen natuurlijk altijd weer een beetje wil opvoeden, omdat er ook vaak misverstanden zijn over bijvoorbeeld emoties. Oh, heel veel misverstanden. Wat jou betreft het grootste misverstand waar je het meest aan stoort als het gaat om emoties? Ik denk dat emoties een beetje ten onrechte een negatieve associatie hebben. Het is bijna zo, als je van iemand zegt hij is emotioneel, dan disqualificeer je hem bijna. Hè? Nee. Dan kun je wat hij dan verder doet of zegt, dat kun je bijna niet serieus nemen. In dat boek heb ik willen aantonen dat emoties veel meer zijn dan gevoelens. En dat ze niet ons gedrag tegenwerken in feite, een goede aanpassing, maar dat ze dat juist bevorderen. Ja, maar dan toch misschien even dat mensen nu zeggen, wacht even, wat zegt die man? Emoties zijn veel meer dan gevoelens. Moet je misschien ook even uitleggen, wat is dan het verschil tussen een emotie en een gevoel? Nou, ik denk om het op zo simpel mogelijk uit te leggen, gevoel is slechts één aspect van emoties. Want emoties, dat zijn in feite, wel een beetje ingewikkeld woord, maar geïntegreerde gedragspatronen. Mm-hmm. Dat betekent dus dat, en de fysiologie, dus je lichaam werkt daarin mee om een optimale aanpassing aan die situatie waar je op dat moment in zit mogelijk te maken. Ze hebben ook invloed op je cognities, dus op je denken en geheugenprocessen. Ja. En op die manier zijn er die emoties voor om je eigenlijk optimaal aan die situatie te laten aanpassen. Ja. En sommige mensen zullen zeggen van je hebt toch ook nog zoiets als een impuls dat je zomaar iets doet. Is dat dan een emotie of een gevoel? Hoe zou je dat omschrijven? Ik sta bij de supermarkt en ik wil eigenlijk helemaal niet die chocoladereep, maar ik leg hem toch op het allerlaatste moment op die band en ik snij hem naar binnen. Impuls aankoop of zo. Ja. Heeft dat nog iets met emoties of gevoelens te maken? Dat zal misschien wel iets met emoties te maken hebben, ja. Ja. En waarom is het zo belangrijk om dit onderscheid te zien? Want je zou kunnen zeggen, nou, dit is een academisch verhaal en prima, fijn dat je ons erop wijst. Maar waar zit dan ook weer daar de impact en de relevantie van dit soort inzichten? Nou, primair omdat je dan ook, als je weet wat emoties, wat de functie daarvan is, dan is het ook mogelijk om die op een goede manier in te zetten. Om het goed te gebruiken. Ja. Want jij zegt, hè, de emotionele mens, hè, dat heeft een beetje negatieve annotatie. Als ik zeg, nou, je reageert wat emotioneel, dat is niet heel aardig bedoeld. Ja. Aan de andere kant valt het mij altijd op, als iemand op cursus is geweest en hij zegt, ik ben wat dichter bij mijn gevoel gekomen, dan is dat altijd heel positief, dan is het iets moois. En als ik tegen iemand Voor sommigen. Hè, en als ik tegen iemand zeg, goh, jij zou eens wat dichter bij je hersens moeten gaan staan. Ja, dat is een absolute belediging. Ja. En hoe zit dat dan weer? Want dan heb je het weer over emoties en gevoelens aan de ene kant en de ratio en het verstand aan de andere kant. Of is dat ook een misverstand? Voor een deel is dat een misverstand, ja. Want die werken buitengewoon goed samen in feite. Emoties zonder cognitie, dat is bijna niet mogelijk. En andersom zie je ook dat die twee aspecten zeer nauw samenwerken en verweven zijn. Precies, want we denken altijd dat dat twee losse dingen zijn, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Dat is absoluut niet zo. Dat is een vals dilemma. Ja. En bijvoorbeeld zo'n typische televisieserie van iemand heeft het gevoel dat hij gaat slagen in Frankrijk en zonder horeca-ervaring, hij spreekt geen Frans, gaat hij meedoen aan zijn programma, ik vertrek. En dat loopt natuurlijk hopeloos in de mist. Hoe beschouw jij dat dan als psycholoog?
Want die mensen zijn natuurlijk altijd vol, hè? Van ja, maar ik heb echt het gevoel dat het gaat lukken en ik geloofde erin, dat soort... Ja, maar dat is in feite, dat is geen emotie zoals ik bedoel. Nee. Ik heb het over emoties en dan bedoel ik naar toestanden als boosheid, verdriet, angst, dat soort dingen. Ja. En waar jij het nou over hebt, dat zijn meer voorgevoelens of zo. Hè? Dat is ja, toch net iets anders. Dat is een andere tak van sport. En ja. Jij zei over die eerste waar jij het over hebt, hè, zoals dingen als huilen. Daar zie je wel door de jaren heen ook een soort herwaardering. Hè, bijvoorbeeld een man mag nu eerder huilen. Dat wordt meer geaccepteerd dan dat bijvoorbeeld 20 jaar geleden geaccepteerd werd. Je ziet daar wel een soort verschuiving. Dat denk ik wel dat dat zo is. Ja, ik denk dat dat ook te maken heeft met het feit dat we zoveel huilende mensen tegenwoordig op tv zien. Mm-hmm. Hè, dat was vroeger heel anders. Je moet je bedenken, in 1981... is er de eerste huilende persoon op tv geweest, zo ongeveer. Politicus, ja. Dat was Hans Wiegel, in een interview met Jaap van Meekeren. En er ging een schok door de natie. Een huilende politicus, Jaap van Meekeren, die voelde zich uitermate schuldig, wou zijn ontslag indienen. Dit had nooit mogen gebeuren. Ja, dat kun je je nu tegenwoordig niet meer voorstellen. Hè. Nou is het juist goede en mooie televisie, ja, en wat ben je toch authentiek. Ja, precies. Ja. En zeker ook met, of het nou sporters zijn, of politici, of... nou ja, bij al die uiteraard het spijt me dat soort programma's die daar helemaal op gericht zijn. Maar we vinden het wel mooi als mensen echt emotioneel zijn, omdat dat inderdaad authentiek is, ja. Zo vinden we dat. Ja. En tegelijk zei je ook, hè, er is ook nog zoiets als een ongepastheidsdrempel. Hè, je mag huilen, je mag emoties laten zien, maar tot een bepaald niveau. Ergens zit er een soort grens en dan vinden we het overdreven of niet acceptabel. Nee, je kunt zeggen... emoties zijn belangrijk en het is ook goed om ze te uiten, maar daar zit ook wel weer inderdaad, er zijn allerlei ongeschreven wetten of regels en in culturen ook, maar ook binnen vriendenclubs bij wijze van spreken, over wanneer je een emotie mag uiten en hoe dat je die emotie mag uiten en hoe ver dat je daarin gaat. Ja. En die ongepastheid. Drempel, dat geldt vooral met name voor boosheid. Ja. Je mag niet te boos worden op een bepaald moment. Nee, nou ja, niet te boos, maar in ieder geval, het gaat erom hoe uit je boosheid. Als dat met vreselijke agressie gepaard gaat, en je gaat mensen aanvallen of je gaat dingen vernietigen of zo, dan ga je een duidelijke drempel over. En dan zie je dus dat mensen de neiging hebben om je dan in feite ook weer te disqualificeren. Dan je spoort niet of je bent een gekkie, weet ik veel wat. Dat soort labels gaan ze dan gebruiken. Terwijl als je maar zorgt dat je die ongepastheidsdrempel niet dat daar niet overheen gaat. Ja. En als je je boosheid op een adequate manier uit, dan is dat ook die boosheid een geweldig positieve emotie waar je veel mee kunt bereiken. We gaan eens even kijken hoe het met de gepastheidsdrempel zit van Jeroen de Leijer. Je hebt weer wat gemaakt voor ons. We zijn heel benieuwd. Ja, ongepast. Ad, de eerste recensies over je boek zijn binnen. En vraagt hij belangstellend om te janken. Ja, het zal hier maar gaan gebeuren. Is dat nog spannend? Dat je zegt, wat zijn die recensies straks voor mijn boek? Ja, dat of hij precies, ik heb het geschreven en nou moet het zijn werk maar gaan doen. Ja, het is natuurlijk altijd spannend. Dus ik zou het niet leuk vinden. Nee. Natuurlijk niet. Nou, laten we hopen dat het mooie recensies worden. Tegelijk brengen we dat wel bij een ander onderwerp. Wat hier natuurlijk alles mee te maken heeft, social media. Jij hebt zelf geen smartphone. Ik kon jou gewoon keurig op een 013-nummer bellen. Dat ging ook fantastisch en helemaal goed. Heb je daar ook bewust voor gekozen? Omdat van social media wordt natuurlijk wel heel veel gezegd. Ja, dat is nou echt zo'n beerput. Daar gaan alle emoties maar los. Dat is helemaal losgeslagen, daar gaat alles in de overdrijvingsmodus. Is dat ook voor jou een reden om daar niet aan mee te doen? Nee, het is meer, ik vond het niet nodig. Ik vond dat ik het niet nodig had. Het begon dat ik zat of op het werk of thuis en op beide plekken had ik al een telefoon. Ik denk, ja, waarom moet ik dan nog een tweede telefoon hebben? Dat vind ik niet nodig. Nee. En
Maar je kent, neem ik aan, wel het fenomeen op social media, zoals ze dat in mooi Nederlands noemen, de cancel culture. Hè, dat iemand heeft een misstap begaan. Ja. Hè, iemand heeft iets gedaan wat niet mag. Hè, bijvoorbeeld die Bilal Wahib. Hè, die heeft een kind online gevraagd om zijn geslachtsdeel te laten zien. Dat is natuurlijk ook heel erg fout. Maar vervolgens wordt iemand ook echt gecanceld in de zin van, hè, zijn Instagram-account wordt verwijderd. Al zijn klussen worden hem afgenomen. Die jongen komt nergens meer aan de bak. Hè, die wordt echt kapot gemaakt. Dat is een bepaalde woede, bijna een soort volkswoede, die ook voor een belangrijke oorzaak heeft op social media. Dat mensen dan ook in overdrijvende modus maar boos en bozer worden. Ja, een soort volksgericht. Een soort, precies. Ja. Ja. En is dat dan weer een ontwikkeling waar je soms zorgen om maakt? Hè? Want aan de ene kant zie je een positieve ontwikkeling, dat je je emoties meer mag uiten, dat we authentieker mogen zijn. En aan de andere kant zien we hier dat soms de woede tot een volksgericht kan leiden. Nou ja, ik denk dat dat het probleem is van dat je niet face-to-face werkt. En nou ja, dat weten we ook natuurlijk al van e-mails. Hè, van in het begin van de e-mail, dat heb ik dan nog wel meegemaakt. Ja. Hè, van af en toe als je boos bent, nou, schrijf hem wel, maar voordat je verstuurt, dan moet je even goed nadenken. Even nog een keer lezen. Ja, even nog een keer lezen of eventueel een collega laten lezen. Ja. Hè, ja. De drempel, omdat je niet direct het object ziet en niet direct zijn reacties ziet, dat maakt het makkelijker om een bepaalde drempel te overschrijden. Ja. We praten nu eigenlijk al over een aantal trends, over een aantal veranderingen. We zouden het ook nog hebben over 50 jaar psychologie in Tilburg. Ja. We hebben er nu al een paar benoemd. Wat is wat jou betreft, als je het hebt over de inhoud, hè, we gaan het straks ook wel hebben over onderzoeker zijn, maar als het gaat om de inhoud, wat zijn de belangrijkste veranderingen in die 50 jaar qua onderzoek? Er zijn zoveel enorme ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Voor mezelf sprekend, kijk, toen wij hier begonnen met psychologie, toen was het nog traditioneel dat bijvoorbeeld de klinische psychologie, die hield zich dan bezig met de geestelijke gezondheidszorg. Dus kort samengevat, de bad, de sad en de mad. En vanaf eind jaren 70 zie je dus dat er veel meer belangstelling is ontstaan, ook voor somatische aandoeningen, dus voor lichamelijke. Hè, dan kreeg je dus de gezondheidspsychologie, de medische psychologie. Dat is dus echt een heel nieuw veld. Stress. Chatbots, om er nog maar één aan toe te voegen. Ja. Hoe kijk je naar dat soort onderzoek? Je zag net de collega's. Dat vond ik buitengewoon fascinerend. En ik vroeg me trouwens ook af van, ja, je had jaren geleden had je die Tamagotchi's of hoe heette die. Dat was een ongekende gage. En het leek erop. Waren van die beestjes die moest je onderhouden en dan piepten ze en dan moest je het leek erop drukken, en dat die mensen daar toch wel een bepaalde band mee ontwikkelden. Hè? Ja. Tenminste, is mijn indruk. En je ziet dus, maar dat zijn dan, dat is een equivalent voor dieren. Ja. Daar lukt het misschien makkelijker dan een equivalent voor mensen. Ja. Dus dat is. Ja, mooie ontwikkeling. Ook in onderzoeksmethode is er volgens mij veel veranderd. Er zijn natuurlijk veel meer mogelijkheden die je nou als onderzoeker hebt, die er 50 jaar terug niet waren. Ja, er zijn zoveel mogelijkheden wat we momenteel aan hersenonderzoek kunnen doen. Maar ook anderszins psychofysiologisch onderzoek. En het nauwkeuriger meten van gedrag, reactietijden. De manier, het soort stimuli wat we aan kunnen bieden, dat is allemaal natuurlijk veel rijker. Je zou kunnen zeggen als onderzoeker, het is nu misschien wel veel mooier dan het vroeger was, omdat er zoveel meer mogelijkheden zijn. Ja. Tegelijk hoorde ik jou van tevoren aan de telefoon ook zeggen, ik weet niet of ik nou wel een hele jonge onderzoeker zou willen zijn, of ik heb misschien wel een klein beetje medelijden, omdat er natuurlijk ook weer andere fenomenen zijn, zoals bijvoorbeeld die publicatiedrang, die het leven van een onderzoeker misschien weer moeilijker maakt dan 50 jaar geleden. Ja, ik benijd tegenwoordig de jonge onderzoekers niet, hoor. Het is echt. En dan zeker als ze echt een academische carrière willen maken. Hè, dat is echt verschrikkelijk om daar nog aan te beginnen. Wat is het, maakt het zo verschrikkelijk? Waar zit dat dan in? Ja, simpelweg de zeer beperkte beschikbaarheid van banen. Hè, van echt carrièreperspectief. Het is moeilijker om aan de bak te komen. Ja. Het is moeilijker om daarin te werken. De concurrentie is zo moordend. Dat is een heel ander klimaat dan toen jij begon. Ja. En dan nog even ook de vraag die natuurlijk aan het begin is gesteld door Ilja.
Dus de jonge Ad, 50 jaar geleden, welke vraag met de kennis van nu had hij zich toen misschien moeten stellen? Ja, kijk, een van de dingen die me het meest fascineert van emotieonderzoek, dat is nog niet eens mijn eigen onderzoek, maar dat gaat over, hoe noem je het? In feite de neiging om met walging te reageren, met al afkeer te reageren. Vroeger zouden we amper dat als een emotie beschouwen, denk ik, walging. Ja. En nu weten we inmiddels dat voor een deel uitmaakt van wat we noemen ons afweersysteem. We hebben enerzijds dus ons inwendige afweersysteem, waar we regelmatig wat over horen in verband met corona. Hè, allerlei cellen in het lichaam die ziekteverwekkers onschuldig moeten maken. Daarnaast hebben we dus natuurlijk onze buitenstructuren, onze huid en onze tranen wel en allerlei die een barrière vormen om die ziekteverwekker niet in ons lichaam te laten komen. Maar daarnaast is het zo dat ook die walgingsreactie meespeelt, omdat wij juist walgen van situaties waar de kans heel groot is dat we met ziekteverwekkers in aanraking komen. We walgen door onhygiënische toestanden. We walgen van een lijk wat in ontbinding is of zo. Ja. Dus iets wat rotte fruit. En dat is eigenlijk een soort alarm is. Waardoor we weten van, hey, alert zijn. Precies. Hier moet ik iets mee of hier moet ik niks mee. Ja, en dat is één kant van die walging. En daarnaast heb je natuurlijk ook de walging, de morele walging. Je kunt ook walgen van het gedrag van anderen. Ja. En dan is de vraag van, hey, hebben die nog iets met elkaar te maken? Hoe verhouden die? Er zijn nou interessante onderzoekingen gaande. En wat is overigens het precies het tegenovergestelde van walgen? Want je hebt aan de ene kant inderdaad walgen van dat wil ik niet. Hoe noem je dan het omgekeerde? Ja, is dat verlangen? Nou, daar is discussie over. Er is één man, Rosin, dat is een bekende onderzoeker op dat gebied. En die zei, voor mij is het tegenovergestelde van walging liefde. Kijk. Omdat liefde bedoeld is om walging te neutraliseren, vanwege dus je wilt je dan blootstellen aan allerlei lichaamsvochten van anderen waar je normaal van walgt. Ja. Maar ik denk eigenlijk dat ontroering zie ik meer als het tegengestelde van walging. Het was namelijk een bruggetje naar Jeroen de Leijer, misschien wel vanuit ontroering, met de volgende plaat. Ja, met de kennis van nu, hoe zou Mark Rutte erop reageren als hij zou horen ook een politicus mag huilen? Dan zou hij zeggen, had ik dat maar eerder geweten. Ja. Mooi. Dankjewel Jeroen de Leijer, ook voor al je andere platen die je vandaag weer voor ons gemaakt hebt. Ad, ook hier ter afronding, en nogmaals, je boek op 18 mei ligt in de winkel, De Emotionele Mens. Heb jij voor nu alles kunnen vertellen wat je graag wilde vertellen? Nou, dan hebben we nog een dag nodig, denk ik. Dan hebben we nog een dag nodig. Ja. Maar voor nu ben je alles kwijt. En we gaan natuurlijk uiteraard je boek met heel veel belangstelling lezen. Dank je wel. Dank je wel voor jouw bijdrage, Ad Vingerhoets.